Jens, volgens mij was het dit weekend niet moeilijk om die bergtrui te behouden. Nee, ik hoefde dit weekend niet bang te zijn om hem kwijt te raken. Hoe was het om in die bolletjes eruit te rijden? Ja, het was wel leuk. Mag natuurlijk vooraan starten, ceremonie meepakken, dus dat geeft wel wat extra aandacht. Nu de komende tijd de tijdrit in Emmen en daarna gaan we naar de klimtijdrit. Kijk je daar al een beetje naar uit? Ja, voor mij komt er nou wel een leuke periode aan wat betreft het soort koersen. De koersen die me beter liggen en ook de NK's waar ik al naartoe werk. En ja, hopelijk mag ik ook de klimtijdrit nog rijden. Ben je in orde deze periode? Ja, het wordt wel steeds beter. Ik had in de Ronde van Limburg vorige week wel echt goede benen. Ja, dit weekend was eigenlijk niet echt iets voor mij qua parcours. Dus ja, ik hoop nou de goede vorm door te trekken naar komende weken. Want wat rij je komende weken? Ik rij donderdag tot en met zondag de Ronde de Loise in Frankrijk. Dan de tijdrit in Emmen. Beloftecompetitiewedstrijd, de NK's en hopelijk de klimtijdrit. Kunnen we in de Loise al wat van jou verwachten? Ja, ik heb het parcours gauw bekeken en de eerste twee dagen moeten we wel liggen, denk ik. Dus ik hoop dat ik daar wat leuks kan uitrichten. Nederlandse Loterij Topcompetitie wordt mede mogelijk gemaakt door